Yes. Amai, een plaats in de top 8. Hoe voelt dat? Ja, ik ben echt super blij. Ik had totaal niet verwacht dat ik een vijfde plaats ging bemachtigen. Ik ben echt heel, heel blij en heel trots op mezelf. Wat is het eerste wat je gaat doen als je terug thuis komt? Ik denk dat het gewoon een feest thuis wordt bij mij en mijn vriend. Gewoon tussen ons twee chocolade-ijs eten en misschien een pizza eten of zo. Heb je rituelen voor de wedstrijd? Het is altijd zo dan na de weging. Daarna eet ik altijd rijstpap. Dus dat is sowieso wel iets wat ik altijd doe. Ik heb ook altijd iced tea mee. Iced tea van Lipton. Dat is echt mijn favoriete drinken ooit. Moest je nu een andere Olympische discipline moeten kiezen? Welke zou dat dan zijn? Wel ja, ik denk dat ik dan gewoon gymnastiek zou kiezen. Sinds mijn 5 jaar heb ik geturnd tot mijn 14e. Ja, dat is eigenlijk iets wat ik altijd graag heb gedaan. Op mijn handen staan en zo. En salto's draaien. Wie is je grootste supporter? Heel dichte familie en vrienden. Dus zij hebben mij ja, wekelijks, dagelijks bezig gezien. En zij weten ook dat ik het heel zwaar heb gehad op momentum. En ja, dat doet gewoon heel veel deugd om dan ook van hun te horen van wauw, ik ben zo trots op je dat je dat hebt volgehouden. En er zijn er niet veel die je dat zouden nadoen.